Welkom bij een nieuwe aflevering van Jernas Online in de nieuwe studio. Zoals jullie kunnen zien om mij heen, die we hier aan het bouwen zijn. Vanaf juni kom ik ook met interviews met gasten die hier naartoe komen. Waaronder een muzikante en nog een paar andere politieke figuren. Het gaan hele interessante originele gesprekken worden. Waarom ik nu even deze video opneem, is omdat gisteren een Nikki Sterkenburg is gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. Zij is een zogenaamde expert als het gaat om rechtsextremisme. En als je afvraagt, waarom doet Jenna zo cynisch over deze Nikki Sterkenburg? Nou, daar heb ik alle reden toe. Ik heb hier een paar jaar op moeten wachten, maar ze stond al heel lang op mijn lijst. Deze vrouw is totaal onbetrouwbaar. Ik heb geen idee waar ze het over heeft. En ik ga dat aan jullie bewijzen. Ik heb hier een video voor jullie van 1,5 minuut. Dit is een opname van 2 jaar geleden bij WNL, waar ze onder meer mijn naam noemt en die van de heer Theo Hiddema. En ik zal jullie daarna uitleggen waarom deze vrouw er helemaal geen barst van begrijpt. Je salonveeg maken van extreemrechts gedachtegoed. Nou ja, daar zie ik ook wel bepaalde ontwikkelingen in. Om maar bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen, dat Jernas Ramatasing en Theo Hiddema van Forum voor Democratie hebben het al een paar keer gehad in de media over de relatie tussen ras en IQ. Nou ja, dat is echt een principe dat gewoon eerder is gebruikt onder het mom van, ja, oké, maar als er dan een relatie is tussen ras en IQ, dan hebben we Uber en Untermensen. En ja, dan het is ook weer vervolgens gebruikt om een ras te zuiveren. Dus dat is echt een bepaald gedachtegoed waarvan altijd is gezegd, dat moet je zo snel mogelijk de kop indrukken, want het gaat hele vervelende systemen opleveren. Vervolgens was er wel een Tweede Kamerdebat over de kwestie en of dat wel zo was of niet zo was en hoe je er dan mee om moest gaan en hoe je er dan naar moest kijken en waar die verschillen dan door kwamen. En dat is wel iets waarvan bijvoorbeeld mijn onderzoeksgroep echt zegt, wow, dat hebben zelfs de centrumdemocraten in hun tijd nooit voor elkaar gekregen. We beginnen even bij het begin van deze video. Zij noemt mijn naam en die van Theo Hiddema. Zij zegt dat wij zijn begonnen over ras en IQ. Daar zit ze al fout. Ik heb in 2016 een opmerking gemaakt waar het onder meer ging over ras en IQ. En Theo Hiddema is daar 2 jaar later naar gevraagd. Dus Theo Hiddema begon niet over ras en IQ. Dat is haar eerste fout die ze maakt. Daarna maakt ze de sprong van, ja, nou, oef, als je het hebt over ras en IQ, nou, dan heb je het over Unter en Übermenschen. Nee, Nikki, daar heb jij het over. Misschien ben jij wel de nazi hier. Niemand dacht dat, niemand zei dat. Het Amerikaanse leger voert al 100 jaar IQ-testen uit om uit te vinden wie ze wel en niet op bepaalde machines mogen zetten. Waren dat ook allemaal nazi's? Omdat ze naar IQ-testen keken? Doe niet zo achterlijk. Je bent een volwassen onderzoeker. Je zou beter moeten weten. Jij springt naar Uber en Untermensch. Dat is jouw zieke geest die zo denkt, niet ik. Dat is haar eerste fout. Daarna zegt ze, ja, dit heeft gezorgd voor de zuivering van een heel volk. Wow, Holocaust? Waar ben je mee bezig? Is dit een professionele vrouw? Zij werkt voor de overheid, hè? Zij krijgt geld van de belastingbetaler om deze achterlijke gedachten te hebben. En als kers op de taart, dit is het allermooiste. Als je nu nog twijfelde en dacht, nou ja, misschien dat ze net wat te snel ging. Misschien was ze verrast door dit interview. Nee, dan zegt ze, ja, er was zelfs een debat over in de Tweede Kamer. Wow, dat heeft zelfs de centrumdemocraten hebben dat niet bereikt. Nu zou je denken, wacht even, heeft FVD een motie ingediend waarin zij zeiden, we willen het super graag over ras en IQ hebben? Heeft FVD meer dan de helft van de Tweede Kamer zo ver gekregen om een inhoudelijk debat over ras en IQ te hebben? Wow, dat klinkt echt als een winst voor fascisme. Natuurlijk niet! Het was Jesse Klaver die dat debat aanvroeg. Waarom? Om uiteraard FVD in een kwaad daglicht te stellen. Om net zulke domme analyses te maken als Nikki Sterkenburg. Namelijk, iemand van jullie partij heeft ooit iets over IQ gezegd. Jullie moeten wel volkeren willen uitroeien. Dat is het domme idee. Maar Sterkenburg presenteert het alsof wij degene waren die het als resultaat hebben bereikt dat Nederland het eindelijk heeft over ras en IQ. Ontstellende domheid. Het feit dat deze vrouw is gepromoveerd aan een zogenaamde rechtse universiteit zegt je alles wat je moet weten over de staat van ons onderwijs. Dus, mijn boodschap aan jullie, vertrouw geen woord van wat ze zegt. Ik zal nog een artikel bijvoegen van Geen Stijl van een paar maanden geleden, waar ook bleek dat onze Nikki Sterkenburg een paar scheve schaatsen rijdt. Namelijk eerst zeggen dat het heel erg is in de Schilderswijk en vervolgens als ze door de overheid is ingehuurd zeggen dat het allemaal wel meeviel. Dat artikel staat in de beschrijving, kunnen jullie zelf doornemen en er zelf over oordelen. Dit moest van het hart, ik neem aan dat jullie dat begrijpen.
Als er deze mensen zijn, dan moet je je verdedigen. En weet je wat het verschil is met een Jesse Klaver, een Kajsa Ollongren en een Femke Halsema, die ook allemaal over mij hebben gelogen? En weet je wat het verschil is met al die journalisten? Ik snap dat een politicus het zo speelt. Ik vind het niet netjes, maar ik begrijp het. En weet je wat? Als een liefhebber van politiek en als een politicoloog, ergens begrijp ik het. Dat is de game. Ik snap het. Ik heb mijn verlies genomen. Ik kan het hebben van een Pechtold. Maar als een Nikki Sterkenburg die beweert dat zij een expert is in extreem rechts en die ons gaat waarschuwen voor de gevaren van extreem rechts, zo'n fout maakt terwijl ze er geen enkel direct belang bij heeft. Het gaat niet om haar geld. Het gaat niet om haar baan. Niemand had haar aangevallen als ze mijn naam niet had genoemd of als ze niet zo'n domme analyse had gemaakt. Dan moet ik echt reageren. En ik zou jullie zeggen, ik heb WNL toen gebeld en ik heb gezegd, kunnen jullie deze titel niet aanpassen? Want zij noemt mij feitelijk een halve natie. Dat kon toen niet, dat hebben ze niet gedaan, dat is hun goed recht, dat is een vrij Nederland. Ik vind het niet kunnen dat deze video nog steeds online staat, maar het zij zo. Ik heb nu mijn repliek gegeven. Dus, dit is de waarschuwing, vertrouw geen woord dat Nikki Sterkenburg zegt en vertrouw ook geen overheid die haar betaalt en haar inhuurt en vertrouw geen van haar rapporten. Ze is namelijk niet te vertrouwen en ze weet niet waar ze het over heeft. Dat bewijs is al lang geleverd. Ik wil jullie danken voor jullie aandacht. En over 2 weken komen we met nog meer vette video's, hele lange interviews vanuit deze nieuwe studio. En ik wil jullie ook nog vragen of jullie het nieuwe kanaal Vrijheidsdomein, wat ik samen met Enis Benayoun run, om dat ook te liken en je daarop te abonneren. We hebben net een video over Israël geproduceerd. Die is 5000 keer bekeken. Dat is hartstikke mooi. Elke week komt daar ook een video op. Dus ik zou het enorm waarderen als jullie dat even een kans willen geven. En hopelijk bevalt het jullie en abonneren jullie daar ook op. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En vertrouw Nikki Sterkenburg nooit.